Zo intens verdrietig, als jullie me verstaan. Goedemorgen, het is woensdag. Ik moet steeds meer nadenken over de dagen. En ik ben half uit beeld, zie ik. Ik ben begonnen even met sokken sorteren vandaag. Ik kwam een beetje slecht mijn bed uit. Ik ben mijn stem een beetje kwijt van gisteren, maar dat gaat zo meteen wel weer een beetje over. En we gaan dadelijk lekker barbecuen, want het wordt echt lekker weer vandaag. Maar ik vind dan 's ochtends altijd nog zo koud. Dus ik loop nu even lekker in mijn pyjama. Even eerst veel dingen doen in huis. En dan ga ik daarna douchen. En dan kan ik gewoon een lekker zomerse outfit aan. Dan heb ik het niet koud tussendoor. Want als ik dat nu al aandoe, ga ik het echt koud hebben. Daar heb ik even geen zin in. Dus we gaan vandaag de deur niet uit. Dus gewoon even een lekker rustig dagje vandaag. Oh, echt. Ik ga nu pas ontbijten. Het is al echt 12 uur, maar we waren ook niet heel vroeg wakker. Sarah doet school en ik heb... Eerst heb ik toch wat aan het kleuren nog, hè? Ja, maar dat was ook leuk. Laat ook van school. Je hebt een rooster, dat moet eraf. En dat is prima. Maar ik ben goed weer. Ik ben gewoon nog steeds mijn stem kwijt. Echt top. Als je je stem kwijt bent, kan je niet praten. Jij bent echt te bij de hand voor je leeftijd. Maar goed, ik heb ook thee gezet. Dus even theetje, een banaantje. En dan gaan we douchen. En dan genieten ook van het lekkere weer. Ik heb me aangekleed. Ik heb deze top aan van Warehouse. En trouwens, ik ben mijn stem zo erg kwijt. Echt van gisteren. Maar ja, dat moet gewoon terugkomen. Ik ben verder niet ziek of iets. Ik ben gewoon echt mijn stem kwijt. Deze broek van Leefs en lekker blote voeten. En ik zag net een hele grote blaar op mijn voet. Maar ook, dit is die rare plek, die harde bult. Maar ik ging mijn benen scheren en ik scheer zo de bovenkant eraf. En dat deed echt pijn. Het is echt nog steeds dik. Alleen zie je het op beeld gewoon niet zo goed volgens mij. Maar goed, ik ga even wat te eten maken. Ik heb lekker twee fruitsalades gemaakt. Er zitten blauwe besjes, framboosjes en trufjes in. Ik heb trouwens vandaag weer geen make-up onder mijn ogen. Oh, mijn stem, ik word er echt gek van. Het is ook een beetje lastig vloggen zo, want ik heb heel veel moeite om mezelf verstaanbaar te maken. Maar goed, we gaan lekker barbecuen. En Marco is buiten de barbecue aan het aansteken en klaarmaken. En ik heb was geen patat voor de airfryer, dus ik heb aardappelroosjes. Oftewel toefjes. En die ga ik pakken. En dan even een salade. Ja, het is eigenlijk geen salade, want er zit geen salade in. Maar verder is het wel salade. Voor Marco en Sarah maken. En we hebben kidneyboontjes erbij. Ik hou niet van salade. Ik hou wel echt van groenten. Maar gewoon niet van rauwe groenten. Dit is de Marco en Sarah salades. Met komkommer, augurk, uitjes en feta. En ons lekkere vlees. Zo intens verdrietig, als jullie me verstaan. Net na de barbecue kregen we het bericht binnen dat van kennis van ons hun babyzoontje is overleden. Daar ging het wel al een tijd niet goed mee en dat is heel lang al spannend geweest vanaf zijn geboorte. Maar hij heeft het niet mogen redden en ja, zo verdrietig en het raakt me zo enorm. En ja, ze waren natuurlijk altijd in het ziekenhuis, dus ze deelden wel heel veel via Facebook. En ik heb dat ook echt op de voet gevolgd en zo meegeleefd, een half jaar lang ongeveer. Ja, en dan dat nieuws en je weet dat de kans groot is en dat het aan zit te komen, maar ja, mijn mama hart breekt. Dat breekt gewoon in en intens. Dus, ja, ik weet niet.
zie mezelf gewoon heel even in de weg daarmee. Dat, ik weet niet zo goed wat ik met die emoties moet. En ik vind het ook zo sneu, want nu met alle regels, normaal heb je heel veel mensen die kunnen langskomen als ze er behoefte aan hebben. Of dan kan je een uitvaart en dan kan iedereen erheen als ze dat willen. En dat kan allemaal gewoon nu niet. Dat mag allemaal niet. Dat ik echt denk. Maar dat gaat het ook niet nog makkelijker voor ze maken, zeg maar. Dus ja, dat vind ik zo triest. Echt. Maar ja. Je kan er zo weinig aan doen. Ik ben even samen met Denise. En we hebben een heel diepgaand gesprek over sitcoms. En wat onze favorieten zijn. En we hebben Cougar Town. Ja, Modern Family. Modern Family. Big Bang Theory. Ik heb hem bijna af. En dat zijn gewoon mijn top 3. Sissy het Ander is ook heel leuk. Ja, maar die heb ik niet helemaal gekeken. Die andere heb ik wel echt... Ja, ik ook. Echt gekeken. Wat vond ik nog meer? New Girl vond ik trouwens ook wel echt heel goed. Oh, die was echt heel leuk. Al moest ik in het begin heel erg aan wennen. Toen dacht ik echt, nou, hij is wel leuk, maar hoe verder je komt, hoe grappiger die is. Die was ook wel echt heel erg leuk. Maar van de Big Bang Theory, je hebt de Young Sheldon. Die vind ik echt niks. Dat kan ik verder niet aan. Als 2000 grapjes maken, moet ik één keer lachen of zo. Wat ik vroeger ook heel graag keek, was Dharma en Greg. Dat wordt nu weer herhaald. Ja, ja, die was ook wel echt heel leuk. Hoe heet die andere nou? Will and Grace? Ja, die was ook echt te leuk. Wat had je nou meer? Vooral die rijke, hoe heet ze nou? Karen. Karen, ja. Ja, en ja. Hoe heet ze nou, die homo die erachteraan loopt? Niet Will, maar die ander. Ja, de Will and Grace. En dan, ik weet het niet meer. Jack. Jack, ja, Jack. Dat is te leuk. Ja. Ja. Wat was nog meer leuk? Ik wil meer sitcoms terug gaan kijken, dus help me out. Welke sitcoms waren nog meer heel leuk? Ja. Ik zou het niet meer zo snel weten. Modern Family is trouwens gewoon van Netflix afgehaald. Ja. Want Marco en ik gingen hem kijken. En niet eens seizoen 1 meer stond erop hoor. Het ging pas naar seizoen 4. Nee, ja, maar wij waren bij seizoen 1 begonnen. En toen waren we echt halverwege seizoen of eind seizoen 1. Het zette hem aan. Toen hadden we echt gezegd, hè? Hier waren we toch niet? En toen waren we opeens bij seizoen 4. Toen hadden ze 1 tot en met 3 eraf gehaald. Ja, klopt. Maar wij waren echt net daarvoor gaan kijken. Zo irritant. Ik denk, wacht dan even. Dus wij hebben het helemaal niet gezien. Ja, op tv heel vaak natuurlijk. Ja, heel veel aflevering. Maar gewoon... aan één stuk door. De Big Bang. Ik heb bijna alle afleveringen wel eens gezien. Maar nooit achter elkaar op volgorde. Oh, maar ik kan wel een keertje kijken bij Comedy Central voor Modern Family. Dat ze doen zelfs marathons in het weekend. Oh, echt? Ja, dan moet je ja maar dat is niet goed, want dan stop ik nooit meer met kijken. En dan kan je het opnemen. Ja. Ja, dat is wel waar. Dan is je één heel zie je gewoon, na een half seizoen is het vaak, 12 afleveringen. Ja, dat is wel een goeie. Ik ben sowieso meer van binge-watchen. Zo leuk. Wat, want ik was nu ook een paar series aan het kijken en dan komt er elke week een nieuwe aflevering. Dat vind ik zo stom. Ja, dan wacht ik tot hij weer helemaal opstaat. Dat was van vroeger. Dat doen we niet meer. Nee, nee. Ik heb lekker popcorn gemaakt. Ik heb net zo mijn stem, als ik even niet praat, wordt het nog erger. Maar echt, hoe dan? Maar goed, ik hoop dat jullie me wel verstaan. Ik heb net 2 vlogs geëdit. 1 gerenderd, die andere ga ik morgen renderen. Ik ga mijn computer uitzetten, want ik ga de laatste aflevering van de Big Bang Theory kijken. Dan heb ik gewoon de hele serie opnieuw gekeken. Ik krijg echt zo'n kriebel in mijn keel van die schorre stem. Echt te vervelend, maar goed. Ja, ik heb er echt zin in. Want ja, ik had ze nog nooit allemaal gezien. En achter elkaar kijken is het echt heel leuk. Dus ja, dat is het plan. Ik ga denk wel even een thee zetten. Dat ik gewoon lekker even rustig mijn theetje ga drinken. En ja, gewoon seizoen 12, aflevering 23. En ik kijk ook heel vaak als ik met dingen bezig ben. Ik ben echt altijd een beetje aan multitasken, zeg maar. Dus anders lijkt het wel echt alsof ik heel veel tv kijk. Maar zeg maar wat als ik de tafel schoonmaak of wat dan ook. Zet de tv aan, ga ik daar naar kijken of... Als ik zit te editen en ik heb stukken waar ik geen geluid of luister, alleen beeld, dan volg ik ondertussen de Big Bang Theory.
Want dan zet ik gewoon dat ook aan. Alleen met dubbel geluid, dan werkt dat niet. Dus... zo ga je best wel snel door zo'n serie heen. Maar toch, 12 seizoenen en dit is de 23e en laatste aflevering. En deze heb ik dus nooit gezien. Ik heb de meeste wel gezien, dat vertelde ik net natuurlijk ook. Maar deze heb ik dus echt nooit gezien, dus ik weet echt niet hoe het afloopt. Dus ik ben zo nieuwsgierig. En ja, dat ga ik doen. Ik blijf een beetje met alle dingen in mijn hoofd zitten. Dus ik ga lekker op tijd mijn bedje in. Alles en iedereen slaapt toch ook al, dus ik ook. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, klik dan hieronder even op de knop. Echt, gaat zo goed met mijn stem. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!